Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik heb een gast vandaag en zij heet mevrouw Danielle Ferber. We gaan praten over haar journey die haar geleid heeft tot het hebben van haar eigen knip- en stikschool. Het is een hele interessante journey geweest met een heleboel tegenslagen, maar die heb je nodig op je weg om kennelijk op het juiste pad te komen. Althans, dat is mijn conclusie van haar verhaal. What made is a little Q-Time? Danielle, welkom in de studio. Dank u. We gaan kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf, je achtergrond. Ik ben Danielle Ferber. Eigenlijk kom ik van het Natin. Ik heb bouwkunde gestudeerd. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Daarna werd ik inklaringsassistent bij een handelsbedrijf. Hoe ga je van bouwkunde naar inklaringsassistent? Op een gegeven moment was de situatie in het land slecht. Mensen wilden niet bouwen. Dus ik ging naar het werk en er kwamen niet zoveel opdrachten binnen en ik vond het een beetje saai. Dus toen ben ik ergens anders gaan werken, maar daar was toch niet wat ik wilde en ik moest werken. Ja. Dus toen heb ik bijna 100 sollicitatiebrieven gestuurd. Is het echt 100 of is het... Misschien zelfs meer. Echt waar? Ja, want ik had 4 of 5 vriendinnen die me hielpen om me te bezorgen. Ja. En uiteindelijk beland ik dus bij een handelsbedrijf. Ja. Daar heb ik dus ietsje langer dan een jaar gewerkt. Mm-hmm. Maar omdat het te veel tijd in beslag nam, mm-hmm. veel overtime, en dat wilde ik niet, ben ik gestopt. En ben ik toen secretaresse geworden op de universiteit. Daar ben ik zeker 10 jaar gebleven. Oké, mooie tijd. Ja. Ja. Maar je hebt ook een achtergrond in het onderwijs. Ja, dus na 10 jaar op de universiteit vond ik, ik ga even stoppen, concentreren op andere dingen. En in die tijd ben ik dus gestart met kniplessen, omdat ik eigenlijk als kind dat altijd leuk vond. Maar vanwege financiële redenen, tijd enzovoorts, is het dus niet echt doorgegaan. Mm-hmm. Dus toen ik vrij was, ben ik naar kniples gegaan en ik vond toen, ik wil ook lesgeven daarin. Dus, dus je hebt toch die onderwijzersachtergrond een beetje gecombineerd daarmee? Dus daarna ben ik op een pedagogische opleiding geweest. Oké. Na mijn kniplessen. En vandaar dat ik dus de vakopleidingen en de pedagogische opleidingen nu heb. Okay. Ja. Dus je houdt ook van studeren, duidelijk. Ja, ja, toch? Ja, nieuwe dingetjes. Ja. Maar het grappige daarvan is, ik denk dat als je praat over knip en stikken en je praat over een bouwkundige achtergrond, het zijn twee verschillende, een beetje raakvlak aan de ene kant, aan de andere kant, één is best technisch en de ander is best creatief. Dus je bent wel van het ene spectrum naar het andere spectrum gegaan, van waar je begonnen bent. Ja. Ja. Alleen maar wat vond je zo interessant aan het knip en stik, aan het knip en stikken? Dus punt 1 heb je zelf les gekregen en toen ben je daarna, je wil dit gaan overdragen. Er moet toch een bepaald gevoel erbij zijn. Ja. Ik ben eigenlijk niet creatief, maar ik kan goed dingen in elkaar zetten. En daar komt dus mijn bouwkundige achtergrond bij kijken. Hoe zet je die jurk in elkaar, die mouwen, een broek, noem maar op. Dus mijn technisch inzicht... Dus dat zijn die raakvlakken. Juist. Ja. Mm-hmm. Ik heb een tijdje voor mensen gestikt. Mm-hmm. En ik vond het fijn als ik dus mensen rond zag lopen in je wat creaties. Ik heb gemaakt. Ja. Mm-hmm. Sommige mensen tot nu toe zie ik kleren die ik toendertijd heb gestikt. Ja. Dat ze het nog steeds dragen. Mm-hmm. Dus dat gevoel vind ik prettig om over te dragen. Dat ook anderen dat in staat zijn te doen. En ik hou van dingen uitleggen, dus het sluit wel goed maar je aan. Je bent dus actief in jouw eigen omgeving, dat is in Houtuin. Ja. Dat is wel fijn natuurlijk, want de meeste mensen zitten allemaal Paramaribo, maar nu toch wel een beetje buiten de stad. Is daar wel animo voor in jouw eigen omgeving? Ja, op Houtuin zijn er veel dames van Houtuin zelf. Mm-hmm. Dan heb ik mensen van Paranam. Mensen van Brokkenpoorten zelf komen.
In de tussentijd ben ik ook uit gaan breiden naar de Indira Gandhiweg. Mm-hmm. Want de mensen van Para aan die kant wilden ook volgen. Mm-hmm. Maar Houten is dan een beetje uit hun route, zeg maar. Oké. Dus je bent zeg maar 3 jaar geleden officieel begonnen met jouw eigen onderneming. Hoe heet jouw knip- en steekschool dus? Ja, Jova Knip en Naaischool. Ja, oké. Okay. Ja. En je hebt dus nu meerdere locaties waar je les geeft? Ja, dat klopt. Okay. Ik heb in de stad ook. Ja? Op de Judas Iscariot school. Mm-hmm. Theodor Judas school, sorry. Ja? Daar geef ik nou les voor mensen dus van centrum en noord en zo. Maar doe je dit allemaal nog zelf? Want het leek me een beetje te veel voor jou alleen. Ja, ik doe het zelf. In de tussentijd, ik was ook officieel leerkracht in het Beminov. Mm-hmm. Dus dat heb ik sinds vorig jaar afgelast, waardoor ik wat meer ruimte voor mijn eigen onderneming heb. Oké, en waarom niet meer in het onderwijs? Welke richting? Hetzelfde. Hetzelfde, hetzelfde, inderdaad. Dus waarom ben je daarmee gestopt? Op een gegeven moment was het te zwaar om beide dingen te combineren. Ja. En ik denk dat ik met mijn knipschool meer mensen bereik. Is ook een andere doelgroep natuurlijk. Ja, precies. Ja. Het was de laatste jaren wel leuk. Ja. In het begin niet. In het onderwijs. Maar de laatste groep die ik had die meisjes zeker 3 jaren lang. Mm-hmm. Het was heel fijn met ze. Mm-hmm. Ik heb met moeite afscheid van ze genomen. Ja. Mm-hmm. Maar het was te zwaar om te combineren. Ja. Okay, maar ik neem aan dat als je 3 jaar intensief met de groep bezig bent en je ziet hun groei, dat is natuurlijk wel heel fijn. Ja. Ja. Maar nu, de cursussen die jij geeft, zijn van korte duur. Hoe lang duren ze? Heb je verschillende modules? Hoe zit het in elkaar? Hoe heb je je curriculum samengesteld? Ik heb dus in feite één van minimale jaar. Mm-hmm. Daar krijg je dus echt alle basisdingen die je nodig hebt. Daarnaast heb ik een iets langer van 1,5 jaar. Waarbij je dus meer ruimte hebt om vrije modellen uit te werken. En daarna kan men vervolg nemen. Mm-hmm. Dus uitdiepingen, pantalon of confectie, mode of noem maar op. Maar voor sommige mensen die gewoon echt alleen basisdingen willen, heb ik een korte cursus ondertussen ontwikkeld van 4 maanden. Mm-hmm. Waarbij ze dus eerst een rok leren, een blouse, een jurk en een short. Yeah. Mm-hmm. En daarna kunnen ze kijken als ze door willen gaan. Mm-hmm. Maar het zijn ook vaak refreshments die ze dan nemen. Mm-hmm. De mensen die dat kiezen, misschien wisten ze al wat. Yeah. Dan komen ze dat doen om een beetje beter blijven. Ja. En de mensen die bij jou komen voor zo'n cursus, zijn het mensen die van plan zijn om voor zichzelf te werken? Of doen ze het alleen maar voor hun eigen garderobe of voor hun familie of zo? Je hebt verschillende groepen. Ja. Je hebt mensen die komen om een business op te richten. Mm-hmm. Je hebt mensen die komen voor ontspanning, voor sociaal contact. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja. En mensen die sect voor zichzelf willen stikken. Ja. Dus zo heb je een paar verschillende groepen. Ja, want ik had juist het idee dat eigenlijk dit een uitstervend vak was. Ik vind het wel leuk om te horen dat je juist aan het uitbreiden bent. Ja. En in een hele korte tijd, want het was 3 jaren. Ja. Wat zijn jouw toekomstplannen? Waar wil je naartoe groeien? Of wat is je volgende stap? Daarover ben ik eigenlijk nog aan het nadenken. Ja. Maar je hebt pas begonnen, hè? Je hebt pas 3 jaren, dus je hebt nog even te gaan. Ja, en ik moet ook even mijn mogelijkheden bekijken van hoe ver kan ik. En ja, dus ik denk nog even erover na. Ja, oké. Okay. Voorlopig ga je ik wel even Ik heb veel door. Tips gehad, maar alles op zijn tijd. Ja, maar goed, je bent dus in Houten actief. Je bent dus nu aan de Indira Gandhiweg. Er komen al mensen vanuit Paranam. Vanuit Brokopondo zelf die jou hebben gevonden. Ja. En ook in Paramaribo ben je nu actief. Dus dat zijn de locaties waar je het op houdt op dit moment. En ik zie ook dames van Kommerwijnen, die komen ook. Ik
heb zeker vier mensen. Die komen dan naar Houten? Of dat naar Paramaribo? Houten, ja. Oké, wauw. Oké, dat is wel echt ja, ongelooflijk. Want het is toch best een afstand. Ja. Dus misschien ook wel een idee om daar naartoe ook een, misschien een dagje in de week. Mijn dagen zijn nog wel. Ik heb vorig jaar een leuk geval gehad. Een dame komt van Donderskamp. Ja. En zij heeft dus echt strikt een maand gevolgd. Ja. Die vier maanden heeft ze dan in een maand gevolgd. Oh, maar is dat in een privé Nee, wel afspraak? In de klas, maar dan kwam ze op al mijn locaties. Ja, ja. Oké, ze ging overal met je mee. Ja. Je hebt een kleine assistent. En ze heeft alles ja. afgemaakt. Dus dat vond ik wel geweldig. Oké, dus ze heeft een maand intensief daarop ingezet. En dan is ze teruggegaan naar de eigen locatie om daar verder te werken. Door te gaan. Maar dat zijn de prachtige verhalen die je wel hieraan overhoudt. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Ik denk ook mooi om eigenlijk de impact te zien van de les die je geeft. Ik denk dat het meest voldoening gevende is aan lesgeven, aan overdracht. En dat de mensen dan zeg maar hun eigen gang gaan met de kennis die ze hebben opgedaan. Ja. Nou oké, Daniela, als we zo naar je verhaal luisteren, dan weet ik bijna zeker dat er nog veel meer uit jouw schoorsteen zal komen de komende tijd. In ieder geval, gefeliciteerd met je eigen onderneming. Is natuurlijk heel wat anders dan wat je daarvoor gewend was. Maar ik denk dat je als een vis in het water bent. Hou eens op de hoogte van je verdere ontwikkelingen en succes met de school. Dank u wel. Ja. Ook dat ik hier mag zijn. Ja, heel graag. En de eigen creatie heeft ze ook aan. Mogen we denk ik ook wel zeggen. En het past ook nog prima in ons decor. Helemaal geweldig. Dankjewel. Dankjewel ook aan u voor het kijken naar deze aflevering van Q-Time. Waarin we kennis maakten met mevrouw Danielle Ferber. En ze sprak over haar knip en naaischool. En de ontwikkelingen die er allemaal daaromheen aan het groeien zijn. Aan het uitgroeien zijn. En dat geeft natuurlijk ook wel de behoefte aan. Dus heel veel opportunities voor de Surinaamse dames die dat zouden willen doen. Voornamelijk in de buurt van Houten. En you never know waar ze nog meer zal belanden de komende tijd. Dank wel voor het kijken en tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.